Zoals iedere herfst organiseert Groei en Bloei de halfjaarlijkse plantenruil bij Stadsboerderij Beeklust. We hebben onze halfjaarlijkse plantenruil gehouden. Dat doen we één keer per half jaar in het najaar en één keer in het voorjaar. En dan kunnen mensen alle planten die ze over hebben brengen en planten waar ze geïnteresseerd zijn, die kunnen ze weer terugnemen. En wat ook leuk is natuurlijk, dat we het niet alleen voor onze leden doen. Hè. Kijk, die plantenruil, daar zijn ook leden, mensen welkom die geen lid zijn. En dat maakt het juist zo leuk, want ik heb vanmorgen alweer verschillende contacten gelegd die wat mee gaan doen misschien met het open tuinenweekend. Dus dat is mooi. Ja. Is er een grotere interesse voor tuinen? Nou, de belangstelling was vanmorgen groot. En wat heel erg leuk is, dat er ook veel jongere mensen bij kwamen. En dat hebben we in het verleden wel eens gemist, dus ik hoop het wel. Gaat Groei en Bloei nog meer doen deze winter? Nou ja, elke maand hebben we onze lezing in het Natuurhuis. En morgen is het oogstfeest. En ook bij het Natuurhuis, daar hebben wij ook een stand als Groei en Bloei. En dan in het voorjaar straks weer, dan hebben we onze lenteverf. Maar dat duurt nog even. Wat is nou het leuke aan Groei en Bloei? Het leuke aan Groei en Bloei is dat het allemaal mensen zijn die enthousiast zijn over alles wat met de natuur te maken heeft. En Groei en Bloei specifiek natuurlijk over planten en tuinen. Maar die mensen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de dierenwereld en in alles wat maar om ons heen gebeurt. Het milieu enzovoort. Dus enthousiaste mensen.